En het is eigenlijk ook maar een bescheiden bijdrage van die bedrijven. Maar het betekent wel een wereld van verschil voor onze gemeente en voor onze inwoners en onze zelfstandigen. Het bloedrode gemeentebestuur van Zelzate is goed op weg om wat ze zelf een eerlijker belastingreglement noemen in te voeren. Het gaat om een lokale tax shift die het geld voor een groot deel bij de grootste bedrijven in de gemeente gaat halen. Bedrijven die een oppervlakte meer dan 5000 vierkante meter beslaan, zullen een hogere oppervlaktebelasting moeten betalen in vergelijking met een kleine zelfstandige in de gemeente. We leven in een samenleving waar iedereen zijn deel moet krijgen, maar iedereen ook zijn deel moet doen. Dat is solidariteit. En we stellen vast dat heel veel van die inspanningen van de kleintjes gevraagd werden. Dus we hebben eigenlijk een tax shift doorgevoerd. Het bestaande belastingreglement voor bedrijven, dat is een oppervlaktebelasting, die hebben we aangepast. En daardoor zijn we dus in staat om alle Zelzaatse gezinnen en 650 zelfstandigen, kleine ondernemers, vrij beroepen, noem maar op, eigenlijk een belastingverlaging toe te kennen. En een aantal van de grootste spelers die betalen een heel klein beetje meer. De coalitiepartners Vooruit en PvdA in Zelzate hanteren daarmee het principe van de sterkste schouders die de zwaarste lasten moeten torsen. Maar een aantal grote bedrijven in Zelzate, waaronder staalreus ArcelorMittal, chemiebedrijf Rain Carbon en baggeraar Jan de Nul, gaan niet akkoord met die lokale tax shift en spreken van discriminatie. Samen met werkgeversorganisatie VOCA trokken ze naar de Raad van State om het nieuwe belastingreglement nietig te verklaren. De Raad van State doet volgende week vrijdag uitspraak, maar de auditeur gaf alvast het advies mee om de gemeente Zelzate gelijk te geven. Het gemeentebestuur van Zelzate is alvast voorzichtig optimistisch. Daarmee bewijzen we ook dat het mogelijk is om de sterkste schouders de zwaarste lasten te doen dragen. En het is eigenlijk ook maar een bescheiden bijdrage van die bedrijven. Maar het betekent wel een wereld van verschil voor onze gemeente en voor onze inwoners en onze zelfstandigen. En we zijn ook heel blij dat we het signaal krijgen dat we ook als gemeente die beslissing autonoom kunnen nemen. Dat we kunnen kiezen voor die fiscale rechtvaardigheid. Dus dat het effectief ook mogelijk is. Als de Raad van State volgende week vrijdag het advies van de auditeur volgt, dan betekent dat een groot fiscaal voordeel voor de inwoners en de kleine zelfstandigen in Zelzate. De lokale tax shift zou de gemeente zo'n €420.000 opbrengen. Met dat geld kan de factuur van de zelfstandigen en KMO's naar beneden en wordt de milieubelasting in Zelzate zelfs gehalveerd. Heel concreet gaat het om de lineaire milieubelasting in onze gemeente. Die zal afgeschaft worden voor de gezinnen. Het gaat om een lastenverlaging, forfaitaire lastenverlaging voor 650 zelfstandigen die hun forfaitaire belasting jaarlijks van €159 naar €59 zien verlaagd worden. En er is ook een afvalverwerkingskost van €100.000 die we niet doorrekenen aan onze inwoners die we mee in die tax shift steken. Ik ben dus hoopvol. Ik spreek met twee woorden, want het arrest zal uiteindelijk nog in de bus moeten vallen. Er moet eerst nog gepleit worden. Maar het ziet er toch naar uit dat we volledig gelijk zullen krijgen. En ik ben er eigenlijk in alle eerlijkheid altijd van uitgegaan dat dat het geval zou zijn. Want het gaat om een zeer eerlijk en een zeer billijk reglement.